De opening van de Wheel of Energy komt steeds dichterbij. Vanaf 10 oktober zullen duizenden hardlopers het rad een jaar lang non-stop in beweging houden. Alles met maar één doel, zoveel mogelijk aandacht en geld voor de strijd tegen kanker. Op dit moment wordt het rad getest en de resultaten zien er goed uit. Uiteindelijk beweegt hij nog op bepaalde plaatsen dat we dat niet willen. We kunnen nog het geluid een beetje terugbrengen. En we merken dat uiteindelijk ook qua veiligheid dat allemaal klopt. Dat is de bevestiging die we zochten. Dus uiteindelijk zijn we er voor 99%. En wie zijn de mannen die nu op de test aan het lopen zijn, zeg maar? Dat zijn lopers die zich aangemeld hebben via de website www.wheelofenergy.org. In dit geval zijn het lopers van KLM. En die hebben uiteindelijk gezegd, wij vinden het geweldig om hier op eigen titel mee te lopen. We hebben de tijd ervoor en we willen de test ook ondersteunen. Het was fantastisch. Oké. Okay. Het was echt een hele leuke ervaring. Je ziet, het is een prachtig innovatief ding. Dus hartstikke gaaf. Het was heel even wennen, omdat het natuurlijk een ronde vorm is. Terwijl je op de weg altijd eigenlijk vlak loopt. Maar dat went heel snel. Geen enkel probleem. We zijn op zoek naar ontzettend veel lopers. In het hele jaar hebben we 29.999 lopers nodig. Want met 30.000 mensen in zijn totaliteit, ik zal ook een van de lopers zijn, gaan we het wiel een jaar lang bezetten. Dus we hebben nog heel veel mensen nodig die zich aan kunnen melden via de website. En vanaf 10 oktober, 365 dagen, 24 uur per dag, gaan we het samen het wiel in beweging houden en brengen. En geef je energie.